Goedemorgen, liefste internetfamilie. Het is vandaag woensdag 13 november. En dat betekent dat ik nog precies 2 dagen heb totdat ik opga als Lola. De stress begint er langzaam wel... begint er langzaam wel een beetje in te hakken. Maar ja, we gaan het gewoon doen, weet je. Ik ben nu in Tilburg. En ik heb mijn laatste zangles. Voordat het allemaal moet gebeuren. Bij Katrien. Spannend. Ik hoop dat het een beetje goed gaat. Ik merk wel dat ook na de première dat mijn stem wel een klein beetje moe is. Dus veel water drinken. En dan gaan we met die banaan. Zo, dat was een hele fijne zangles. Dus ja, ik moet het maar gaan doen dan, denk ik. Ik kan nog steeds niet geloven dat het ook echt gaat gebeuren. Maar goed, we gaan het zien. Vandaag, het is dus woensdag, we gaan vandaag nog repeteren. Ik weet niet precies wat we gaan repeteren nog. Maar ik denk dat ik verzoekjes mag doen van hetgene wat ik nog graag zou willen repeteren. Dus dat gaan we vandaag doen. En daarna vandaag een show spelen. En morgen heb ik mijn doorloop. Ach, kijk nou hier. Yep. We komen ook naar Tilburg. En aan het theater bij jou in de buurt. Dus als je wil weten, kijk even in de beschrijving. Dan zie je een linkje naar waar je kaartjes kan kopen. Of bij jou in de buurt komen. Zo, ik heb nog reclame gemaakt. Goedemorgen. Ja, middag inmiddels al. Monster van de opera is er. Het is vandaag de dag dat ik mijn doorloop ga krijgen. We gaan vandaag helemaal een show doen. Met mij als hork. Nee, met mij als Lola. Dus dat is wel spannend. Maar ontzettend veel zin in. Wel. Ik heb er vandaag echt nog zin in. Morgen, dan is het met publiek en zo en dan is het in één keer minder leuk. Maar nu heb ik er nog zin in. Mijn schoenen staan hier al klaar. En we gaan knallen. Zo, Celine. De make-upster heeft mijn ogen gedaan. Dat is al goed. Nu ga ik even mijn zender halen. En dan... Dan ga ik even iets eten en dan mijn lippen doen en dan ben ik zo als klaar. Ja, dat is mijn Bill. Hij was niet de eerste man die voor me viel. En ik garandeer je ook zeker niet de laatste. Wat je vanavond verwacht, vergeet het voor één nacht. Mijn booty en mijn boot, die voorspellen niet te goed. Ik was aardig en vertrouwd, dan sla je zo nog uit. Met je lusten en je lasten, bonbonnière vol contrasten. Zet je kleur op stuk, nu meer opzij. Zo, nu heb ik alles gedaan.
Nu gaan we maar gewoon de doorloop doen. Volgens mij heb ik nog een paar kleine minuten. Die pride moet op. Die pride moet op. De doorloop is begonnen. Ik kan het al horen. Maar ik ben natuurlijk nog in het eerste kwartier ben ik nog niet op. Dus ik heb tijd. Ik ga op nu. Wow, hey, hallo! Oké, guys, rustig aan. Wat jij wilt, we kunnen rustig beginnen en dan voeren we terug al lang gaan op. Ik ben voor een spannende opbouw. Oké, het is leuk geweest. Nee. Het leuke moet nog komen, hè? Hij survived. Stem is op, want het is echt klaar. Maar ik hoop dat het goed is. Iedereen is tevreden, dus we gaan gewoon morgen doen. Première. Oh, ja, het is D-Day. En ik ga vandaag ook voor de allereerste keer in onze eigen kinky bus. Dat is heel erg leuk. Het is vandaag 15 november en ik ga vandaag op als Lola voor de allereerste keer. Dus ja hoor! Hij gaat in de bus! Zo, we zijn aangekomen in Curaçao. Heerlijk hotelletje. Lekker warm, 32 graden. Ja, we zijn in Leeuwarden aangekomen. En is voor je draag? Nee hoor, het is allemaal veel te zwaar. Oh. Hoe gaat ie, Lindo? Goed met jou? Ja, goed. Je hebt ook première vandaag, hè? Ja, het is onze première. Het is onze première. Dat is niet waar, Brecht is al wel vaak op geweest, maar vandaag is wel zijn première. Ja. Dus dit waren allemaal try-outs die hij had gedaan. Nu mag hij eindelijk gaan stralen. Heb jij er een beetje zin in? Ja? Ja? Laten we het maar gewoon gaan doen. Ik zit nu in de flow van, oké, let's get over with it. Ja, tuurlijk. Laten we het maar gewoon nu gaan doen. En ik ben blij als het vandaag afgelopen is. Gaat gewoon lekker knallen. Dan is de stress er vanaf. Maar goed. Oeh, yes! Ik ben er weer klaar voor. Ja. We gaan het gewoon doen. De show is inmiddels al begonnen. En ik ben niet echt zenuwachtig eigenlijk. Ik ben eigenlijk best oké. Maar ik heb een beetje slijm op mijn stem vandaag. Dus ik hoop gewoon dat alles er goed uit gaat komen zoals ik wil dat het komt. Maar goed. Het is mijn eerste keer dus. We gaan het gewoon doen. Nee. Eerste acte overleefd. En ik ben een beetje misselijk. Je hebt net gewoon je eerste première gespeeld. Ben je nu aan het vloggen? Ja, maar dat is het einde van de laatste vlog namelijk, want dat is het eindpunt. Hij is geweldig. Koop je kaarten nu. Hey, Linda als Lola. Dankjewel. Oh, maar ik heb dus niet gegeten. En dat merk ik dus nu. Dat ik net van de spanning niet kon eten. Dankjewel, Poppy. Ik denk, van de spanning kon ik dus niet eten. Dus ik was niet echt gespannen, maar ik had gewoon geen eetlust. En nu heb ik een beetje de maagsfeer, denk ik. Veel van maagpijn, maar goed. Ik ga nu even iets eten en dan komt het vast wel goed. Oh, nu moet ik snel. Maar we gaan opmaken weer voor acte 2. En we gaan door met acte 2. Hebben we nog zin in, Jona? Zeker wel. Yes. Superleuk. Anders al. Oh, dankjewel.
dus hoeft niet. Oké. Okay. I'm ready. Super goed gedaan. Super goed gedaan. Super goed gedaan. Super goed gedaan. Ja, ja. Nee. Nou, ik heb al een aanvaard gemaakt. Zeg niet tweede achter. Hallo! Oh my god! Hallo! Was het leuk? Oh jongens, zeg, dan begin ik wel straks te huilen. Ik heb zo moe. Nou, ik heb veel fouten gemaakt. Echt niet. Heel veel fouten gemaakt. Hey broertje, hoe was het? Oh wow. Zus. Je hebt een zus erbij. Hier is ze dan. Dag. Bedankt voor het rijden en bedankt dat jullie er waren. Het is klaar. Dag. Dag vrienden. Tot woensdag, Tim. Het zit erop. Ik ben zo blij dat het afgelopen is, tenminste dat deze dag voorbij is, dat het druk er vanaf is en dat ik vanaf nu gewoon kan genieten van het spelen en van, dus ja, ik ben blij dat het erop zit. Maar ik ben wel blij dat het gewoon allemaal goed is gegaan. Natuurlijk heb ik fouten gemaakt, natuurlijk was het nog niet 100%, maar voor iemand met 5 repetities, 1 doorloop gisteren en vandaag gewoon het maar doen, mag ik best trots zijn op mezelf. En iedereen was erg lief. Ik heb zo lieve collega's ook die me zo steunen en supporten en daarna ook naar me toe kwamen om te knuffelen en te zeggen hoe goed ze het vonden. Dus dat was heel fijn. En dat betekent dat het het einde is van deze vlog. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat zeker in de reactie onder weten hoe je het vond om heel de tour backstage te zien. En ik zou zeggen, kom zeker naar Kinky Boots kijken. En voor nu zeg ik, slaap lekker. Toch, Noor?